Welkom bij iSnowfest dag 1 voor iSnowboard TV. Ben ik Thomas van Bemmelen. Helaas was het vandaag niet zo'n mooie dag. Boven het park regende het en er stond veel wind bij de jumps. Daarom heeft de wedstrijdleiding besloten om de sloopstijlwedstrijd naar morgen te verplaatsen. Dat is dan weer mooi, want dan hoeft Johnny morgen geen slalom te filmen. Voor de rijders die boven bleven was er een fun jam op de eerste railsectie. Johnny 13 interviewt zometeen de winnaar en we gaan nu kijken naar de footage. Oh ja, Snowfest is voor snowboarders en freeskiers. Oké, ik weet niet of het door op de muziek lukt, maar we zullen het wel zien. Hey Jordi, gefeliciteerd! Ja, hey, dankjewel man. Die heb je vast in de pocket. Ik hoop het. Nee, vast wel. Ja? Ja, sowieso. Het was nu wel jammer dat die sloopstijlwedstrijd niet doorging. Ja, zeker. Jammer van het slechte weer, maar ja. Morgen gaan we morgen even lekker rijden. Ja? Ja, sowieso. Je hebt nu kennis gemaakt met het begin van het parcours. Hoe is de rest van het parcours? Perfect. Goede schansen, goede rails. Dus ja, ga lekker dus. Ja. Ja, er zijn drie kikkers liggen er. Een kleintje, wat grotere en een hele grote. Die ziet er echt wel heel vet uit. Ja, sowieso. Ik heb nu die mediums hem zeg gedaan. Ja. Ik ben ook wel van plan om die grote nog wel te doen. Dus ja, dat komt wel goed. Ja? Ja, sowieso. Wel leuk. Ja, ja. Maar wie is je concurrentie? Ik heb echt geen idee. Iedereen wel. Iedereen rijdt goed. Dus ja, eens kijken wat er gaat gebeuren. En ja, gewoon fun maken. Daar gaat het toch om. Ja, ja. Heb je ook een Facebookpagina waar we je kunnen volgen? Ja, gewoon Jordi het Gilde opzoeken op Facebook en ja, daar kan je het vinden. Okay. Deze heb je in ieder geval in de pocket, de pitcher schijnt er ook wel aan te komen, dus vanavond wordt het feestje. Ja, sowieso een feestje. Lekker losgaan en we zien wat toch. Heel veel plezier. Ja, dankjewel man, jij ook.